Jelmer Hoekstra heeft zaterdag de grote prijs van Jumping Pelemaas gewonnen. De ruiter van het Rabo Talententeam sleepte op de laatste dag van het ruiterevenement in Kessel de eerste prijs in de wacht. De ruiter van Stal Thijssen nam als één na laatste starter het stokje over van Mark Martens met Hakon, de Calvarie, die op zijn beurt de tijd van thuisruiter Pieter Keunen met Alban verbeterde. Voor een massaal toegestroomd publiek kwamen 53 combinaties aan de start in de grote prijs van Jumping Pelemaas. De 8e editie van het concours op de terreinen van Stal Hendricks in Kessel leverde in het barragebal uiteindelijk 7 duo's voor de eindstrijd. Parcoursbouwer Peter Ronkers had een flinke uitdaging gebouwd waarin de toegestaande tijd de scherprechter was. Pas halverwege de rubriek werd er een foutloze ronde geklaard. Ik heb er toch Gerl een foutloze gehad. Ligt zwaar, de tiet, limiet. Dus, er ligt toch een grote rol te spelen in deze grote prijs. Want er zijn al 2 ruiters die eigenlijk wel foutloos waren, maar dan met een tietfout. Ook omdat de tiet zo kort is, brengt het natuurlijk veel druk bij de ruiters mij de mos doorrijden. Wat natuurlijk de kans op fouten vergroot. Ik hoop toch dat we snel een eerste foutloze gaan krijgen, want we willen natuurlijk wel een spannende barrage zien. Yes. Ja goed, ten eerste, het is een lang parcours. De tijd staat aan de krappe kant. Je kunt nergens eigenlijk treuzelen, moet blijven galopperen. Hele mooie proef, mooi in de maat. In 45, ik denk zelfs dat er een paar stijlsprongen bij zijn van 1,50 meter. Als je het ritme te pakken hebt, dan loopt het. In de barrage nam Stal Hendricks ruiter Pieter Keunen de eerste nulrit op zich met de cavalier Telg Alban. Vervolgens wist Mark Martens met de ultrascherpe Indian Gold nazaat Hakon de Calvarie 0,16 seconden onder de tijd van Keunen te duiken. Ja, maar Hoekstra wist als laatste starter een rit met precisie en snelheid neer te zetten, waarmee hij de concurrentie omver blies. De Kesselse Martens werd voor eigen publiek tweede. Ik ben heel blij met mijn tweede plaats. Jelmer verdient eerste. Super sterk gereden en dat is mijn oud collega. Dus ja, dat is alles goed. Dat is kei mooi zo. Het is natuurlijk het mooiste om thuis voor eigen publiek goed te rijden en goed te presteren. Nou, en ik denk dat vandaag gelukt is. Dus ja, dat is prachtig op dit evenement, wat gewoon het mooiste nationale concours is wat Nederland heeft. Thank you.